Oh, ze zit daar iedereen te zwaaien. Olly zwaait naar de hele haven de hele tijd. Wil jij hem op stop? Hey, oh, Olly, we gaan. Nee, grappig. Hey guys, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag zondag en we zijn net aangekomen in een dorpje in Friesland en dat is zo schattig. Misschien komen mensen van jullie er al vandaan. Het is heel klein, het heet Grauw. Ik vind het echt geweldig. En mijn vader en stiefmoeder zijn er gezellig. En ja, dus we gaan weer een gezellige dag op de boot hebben. Ja, wat is het? Olly! Iedereen vraagt jouw aandacht, hè? Mag ik even mijn hand wel voor? Ja. Oeh, oei. Dat was niet jouw handtas, hè? Als je je portemonnee zoekt, meneer De Groot, ja, dan zit hij in die grijze tas in een rood tasje. Is dat zo? Ja. Doe maar wel even een trui aan. Ja, ga ik hem doen. Dat, we gaan het dorp even in, toch? Oma net ook al gezet. Olly, wat heb je nou in je mond? Heb jij je knuffel in je mond? Ja, is goed. Wij zijn aan het wandelen. Ja, wij zijn gezellig aan het lunchen. En ik heb net nieuw speelgoed voor Olivia gekocht. En ze heeft de hamer in haar handen vast. En het wordt buiten heel slecht weer. Wij zijn weer onderweg en Sander is de kapitein. Zo'n grote boot, hè? En we gaan nu naar Heeg. Dus ik ben benieuwd. Ik heb zin in lekker chocola of zo. Jullie ook? Ja. Kunnen ze meteen komen? Net hadden we zo leuk. Heb je dat gehoord, dat muziekje op de achtergrond? Ja, dat carnavalsmuziekje. Dat hebben we gefilmd, dus dat zit zo meteen ook bij in de vlog. Of... Dat was echt ultiem Friesland gevoel. Oké. Gewoon zo'n orkestje op een boot, weet je wel. Echt leuk. Cool. Oké. Oké, wij hebben aangelegd in Heeg. Waar dat ook mag zijn. Vlakbij Waldsaaien. Ik heb geen idee. En we gaan op zoek naar eten. Ik heb begrepen dat supermarkten hier dicht zijn op zondag. Ik had echt zin in chocola. Ja, als je hier dus, als je hier dus woont, dan moet je dus gewoon op zaterdag je eten halen voor zondag. Wat is er? Kijk dan. Nee, ik ben nog niet klaar. Ik moet nog even doen. Oh, ze zit daar iedereen te zwaaien. Olly zwaait naar de hele haven de hele tijd. Wil jij hem op stop? Hey, oh, Olly, we gaan. Nee, grappig. Oh. Retter. Oké. Okay. Maar jij bent hier wel eens geweest, toch, San? Wat zeg je? Jij bent hier wel eens geweest, toch? Ja, maar toen was ik een kleine jongen. Ja, dus je weet het niet meer precies. Het is op zich toch wel erg lang geleden. Ze heeft weliswaar haar strik opgehouden. Al langer dan 10 minuten. Oké, okay, en dan wachten we even op Biebs. And then we will go. We mogen even, help mij even dat we morgen even water tanken, want hier is een water... Pomp, oké. Pomp, ja. Ik heb zin in een ijsje. Ah, dat vinden we vast wel. Oké, okay. Het is wel koud. Koud? Ja, een beetje wel. Maar laten we eerlijk wezen. Je hebt het niet... Hallo. Je hebt best een... Je moet... Kijk,
Kijk, normaal gesproken mensen die op een camping of in een jachtpark hebben aan elkaar gedacht. Ik weet dat dat in de wereld van fashion. Ja, we hebben alles. Ik zeg altijd iedereen gedag. Ja, maar nu echt niet. Nu had je je grote Louis Vuitton zonnebril op. Ik heb geen Louis Vuitton zonnebril. Oh nee, Saint Laurent. Het spijt me enorm. Hi Bibi. Hallo. Wat zit je te grijnzen? Nee, niks. Nee, ik heb al bestemd. Maar kijk dan heel even naar Bibi en mij. Waarom moeten jullie allebei een cola trui gaan hebben? Daar komen we nu pas achter. Matchy matchy. Endorsement. Endorsement. Was maar waar. Was maar waar dat Coca-Cola mij zou betalen om dit aan te doen. En om cola te drinken. Bibi, heb jij honger? Beetje. Ik heb het gevoel dat ik vandaag heel weinig heb gegeten, maar het is wel zo. Ik heb wel veel gegeten. Ja. Het valt echt wel mee, jongens. We hebben je hebt sliptong op. Ik heb drie visjes op. Ja, maar het waren echt... Ja, sliptong heb je op en tomatensoep, brood en dan ontbijt. En dan had ik kies uit jou overgeslagen. Ja. Daar zat ik zo vol van die stukken kies. Ja, ik weet het niet. En Ol had ook heel veel kies. Die tomatensoep was best wel groot, hoor. Ja. Nou ja. We kunnen nog wel wat eten. Ja. Wij zitten te eten. Veld aan het licht. En Olly die heeft tagliatelle, bolognese, mini biefstuk. Ik heb zalm, maar die is bijna op. We hebben frietjes en Sander heeft kipsteak. En Olivia heeft iets nieuws. Dat is namelijk dat ze alles in sausen doopt. Dus dit is nu haar saus en ze doopt de kroepel van Sander in die saus. Dus ja. It's like the most Swedish thing you can have. More than a fish. Maybe not more than a meatball, but like. So we need to talk. Heel gezellig, onweer buiten. Nee hoor. It is a weather draft. Onweer buiten, heel hard. Attorney for Cheryl. In said letter, Cheryl terminates us. What? Hey guys, er zitten hele rare zwarte strepen in de vlogcamera. Ik weet niet meer hoe dat komt. En ik ben half in slaap aan het vallen. Dus ik ga mezelf naar bed verplaatsen. En lekker slapen. Dus ik zie jullie morgenochtend weer. Ik hoop dat jullie de vlog leuk vonden. En ik ben benieuwd of jullie de vlog zomer leuk vinden. Zo ja, doe dan een duimpje omhoog. En laat even weten. Of misschien hebben jullie wel weer heel erg zin in de halve week vlogs. Let me know. En ik zie jullie morgen.